We zijn nu bij Kwekerij Greenway aan de Veilingweg 21 in De Lier. Daar worden grove trostomaten geteeld, jaar rond, op een oppervlakte van 10,5 hectare. Het ras wat we telen is Endeavour. Ik vind het bij bemesting erg belangrijk dat het gewas goed groeit, goede gewaskleur, optimale productie, schoon druppelsysteem, weinig natrium in de meststoffen, dus sowieso is het fijn om met enkelvoudige meststoffen te werken. Die zijn makkelijk stuurbaar. De voordelen van Optifos zijn betere gewasgroei en kleur, ook bij zware plantbelasting. We zien duidelijk een donkerder gewas. Een ander voordeel is een schoner druppelsysteem. Optifos is een polyfosfaat. Dat zou je kunnen beschouwen als een soort tweede generatie fosfaatmeststof. Waarbij het grote voordeel is van de polyfosfaten dat ze niet neerslaan bij hoge pH's. Maar bij alle pH's opneembaar en beschikbaar blijven voor de plant. Dat komt door de samenstelling. Het is een soort ketenfosfaat die in het moment dat je meer water toevoegt elementen naar zich toe trekt. En die elementen die komen gedoseerd vrij bij de wortel van de plant. Wat een heel aantal voordelen met zich meebrengt. Fosfaat versterkt zeg maar, het transport van calcium in de plant. Hierdoor is de kwaliteit van de tomaten beter. Je hebt meer weerstand tegen neusrot. En wij gebruiken een halve millimol het hele jaar door. En dat gaat bij ons eigenlijk prima. Wij gebruiken een A- en B-bak met een automatische bakkenvuller. En wij nemen wekelijks een watermonster. Waarna we dan een nieuw meststoffenschema maken. Dat doen we met het meststoffenprogramma van Yperen. Dat werkt erg fijn en eenvoudig. Sinds we Optifos gebruiken zien we duidelijk een betere gewaskleur, betere gewasgroei. En hierdoor houden we in de zomer ook meer groei en een beter gewas, zodat we makkelijker de zomer doorkomen. Alle teelten waar gewerkt wordt met druppelsystemen die schoon moeten blijven en gewassen die veel en optimaal moeten produceren. Dus ons advies is gewoon overal inzetten. Het loont.